Zo in deze overdenking wil ik naar een, denk ik, een heel bekend gedeelte voor de meesten. Als je trouw je Bijbeltje leest, uit Jesaja hoofdstuk 55. Ik ben zelf door het boek Jesaja heen aan het worstelen, want er wordt zoveel gezegd, er wordt zoveel geprofeteerd. Maar er wordt ook zoveel gewaarschuwd, geoordeeld. Maar God komt ook elke keer weer zo uitnodigend naar zijn volk. En ik lees de 9 versen van hoofdstuk 55. En dan zegt de Heere: O alle dorstigen, kom tot de wateren. En gij die geen geld hebt, kom. Koopt en eet, ja komt. Koop zonder geld en zonder prijs wijn en melk. Waarom weegt gij geld af voor wat geen brood is en uw vermogen voor wat niet verzadigen kan? Hoor aandachtig naar mij, opdat gij het goede eet en uw ziel zich in overvloed verlustige. Neig uw oor en kom tot mij, hoort opdat uw ziel leven. Ik zal met u een eeuwig verbond sluiten, de betrouwbare genadewijze van David. Zie, ik heb hem tot een getuige voor de natieën gesteld, tot een vorst en gebieder der natieën. Zie, een volk dat gij niet kende, zult gij roepen. En een volk dat u niet kende, zal tot u snellen ter wille van de Heere, uw God. En van de heilige Israëls, omdat hij u verheerlijkt heeft. Zoek de Heere, terwijl hij zich laat vinden. Roept hem aan, terwijl hij nabij is. De goddelozen verlaten zijn weg en de ongerechtige man zijn gedachten, en hij bekeren zich tot de Heere, dan zal hij zich over hem ontfermen en tot onze God, want hij vergeeft veelvuldig. Want mijn gedachten zijn niet uw gedachten en uw wegen zijn niet mijn wegen, luidt het woord des Heeren. Want zoals de hemelen hoger zijn dan de aarde, zo zijn mijn wegen hoger dan uw wegen en mijn gedachten dan uw gedachten. Dat is natuurlijk een prachtige uitnodiging die van de Heere zelf afkomt. In het boek Jesaja wordt heel veel gewaarschuwd aan het volk. Het volk gaat in ballingschap en de oordelen worden uitgesproken. Maar als je dan de eerste 40 hoofdstukken gehad hebt, die heel veel over het oordeel gaan, dan komen de vervolghoofdstukken en dat is allemaal een uitnodiging en beloftes van herstel. En het is elke keer zo bijzonder dat God het initiatief neemt. Het is niet het volk dat zich uitroept naar God en zegt, dit gaat niet goed, we hebben u zo nodig. Nee, het is God die zich uitstrekt naar een volk dat eigenlijk niets van hem weten wil. Maar wie heeft zich verbonden aan dat volk? God zelf. In de verbonden met Abraham, Isaac en Jacob, door de wet aan Mozes en ook door zijn knecht David, heeft God zich aan zijn volk verbonden en hij is zo getrouw. Dat is zo bijzonder van deze God. En dan zegt hij, alle dorstigen. Dus hij gebruikt dat woord om aan te geven, ik zie jullie wel. En jullie zijn dorstig, maar je zoekt het bij het verkeren. Want elk mens zoekt, elk mens die heeft verlangens. Elk mens die zoekt naar verzadiging van het leven. We dorsten altijd naar iets. En hij zegt, kom tot de wateren. En dat bedoelt hij, kom tot mij. Kom tot de wateren. En gij die geen geld hebt, komt, koopt en eet. Ja, komt, koopt zonder geld, zonder prijs, wijn en melk. Nou, je zou zeggen, daar komt iedereen op af. Misschien hebben jullie van de week op Journaal gezien in Jemen, waar ze voedsel en geld uit wilden delen vanwege de oorlog en mensen hadden armoede. Mensen vertrapten elkaar. Er zijn geloof ik 85 mensen overleden, 130 liggen in het ziekenhuis. Hoe kwam dat? Er werd iets gratis aangeboden. En mensen die komen als hordes erop af. En hier zegt de Heere, maar dat wil ik ook. Ik bied het gratis aan. En het zijn juist deze woorden die de Heer Jezus in Johannes 7 gebruikt. Dat hij zegt ook, kom. Kom, als je dorst hebt, kom tot mij en ik zal u te eten geven. Als je dorst hebt, ik zal je te drinken geven. Wat bedoelt hij daarmee? Dat je gratis die genade van God kunt ontvangen. En dan stelt God die vraag eigenlijk. Het is eigenlijk een retorische vraag. Hij zegt,
Waarom weeg gij geld af voor wat geen brood is en uw vermogen voor wat niet verzadigen kan? Nou, dat is een vraag die jou kan bezighouden. De dingen die wij doen, waarom doen we ze? De dingen waar we naar verlangen, waar we ons zo krachtig misschien voor inzetten. Is het wel verzadigbaar? Wat voor nut heeft het op lange termijn? Zijn de dingen die ik doe, hebben die eeuwigheidswaarde? Of verzadig ik me met dingen die zo vergankelijk zijn als ik weet niet wat? Als ik goede werken doe, doe ik het dan in de naam van de Heere? Of doe ik het om zelf beter van te worden? Waarom maak je je zo druk voor dingen die niet te verzadigen zijn? En dat kan zelfs op geloofsleven zijn. Er zijn er nog velen die niet weten wat het is om te leven uit genade. Die zijn maar bezig met goed te doen, om te hopen dat God ze ziet en ze daarom zal zegenen. Maar de Heer Jezus heeft het voor ons volbracht. Wij mogen leven vanuit dat werk. Wij werken niet om gerechtvaardigd te worden, maar als we gerechtvaardigd zijn, dan gaan we vanuit die rust onze werken doen. En dat is wat Jacobus zegt. Dat zijn andere werken. Maar hier zegt hij, jullie maken je druk voor dingen en het verzadigt geen eens. Hij zegt, en ik bied iets aan dat zo groot is. Maar wat vraagt het? Tweede vers zegt, hoort aandachtig naar mij. En het woordje aandachtig, dat pakte me beet. Want ik luister wel. En in mijn huwelijk word ik daar vaak op de vingers getikt. Dan zegt mijn vrouw, luister je wel? Ik zeg, ja, ik luister. En als ze dan vraagt mij te repeteren wat ze gezegd heeft, dan blijkt dat ik wel geluisterd heb, maar niet aandachtig. Want ik weet 80% niet meer wat ze gezegd heeft. En zo is het ook. Hoe kunnen we luisteren naar Gods woord? Nou, als we de Bijbel lezen, dan geloof ik dat de Geest van God die woorden als een soort spreekbuis naar ons wil brengen. Maar wat doen we ermee? Als we lezen, lezen we dan vluchtig, plichtsgetrouw, of lezen we aandachtig? Ja, daar heb ik geen tijd voor. Nou, maak dan tijd. Hoor aandachtig naar mij, zegt de Heer. Waarom? Omdat hij zo persoonlijk tot je spreken wil. Hij spreekt in generaal, hij heeft een boodschap voor iedereen. Maar als je met God bezig gaat, kan hij jou ook zo persoonlijk aanspreken. En hij zegt dan, hoor aandachtig naar mij. En dan komt het, opdat. De reden waarom. Opdat gij het goede eet. Het goede eet. Het woord van God wordt soms in de Bijbel ook als voedsel aangeduid. De Heer Jezus zegt zelf in Lucas, dan zegt hij dat we niet gewoon altijd van het aardse brood moeten leven, maar van het hemelse brood, van het woord van God. Dus hij zegt hier ook, opdat gij het goede eet. Wat is het goede als je het woord van God tot je neemt? Als je dat woord van God daarnaar luistert, daar je eigen aan onderwerpt. Hij zegt, hoor aandachtig naar mij, opdat je het goede eet. En dan komt het gevolg daarvan, en uw ziel zich in overvloed verlustigen. Nou, als je een goede maaltijd voorgeschoteld krijgt in een restaurant, voordat je begint, verlustig je al. Weer een voorbeeld uit mijn huwelijk. Als dan zo'n bord eten komt en ik doe dit, zo, doe normaal, zegt dan mijn vrouw. Maar ik verlustig mij al in dat bord eten als het er goed uitziet. Maar als je in zo'n culinair restaurantje zit en je krijgt zo'n bord met een dingetje en een paar slierten, dan zit ik met zo'n gezicht. Daar kan ik me niet in verlustigen. Maar als het goed is, en zo is het met het woord van God ook. Als we aandachtig zijn woord gaan luisteren,
Als we beseffen, het is de Heere die hier tot zijn spreekt. Het is Gods heilsgeschiedenis. Het is een geschiedenis van God en mensen, maar ook van mensen met God. En daar kun je je eigen zo in vinden en in herkennen. De beloftes van God, de waarschuwingen van God, de zegeningen van God. Maar je moet wel luisteren. En als je dat doet, dan eet je het goede en je ziel wordt daarin verlustigd. En ik hoop dat je die momenten kent. En anders niet, dan bid ik dat je dat gaat leren kennen. Dat je soms tijdens het lezen zo geraakt wordt, zo onder de indruk raakt van wat God je wil laten zien. En dan zegt hij, neig uw oor. Soms heb ik het idee dat de Heere bijna zijn hand uitstrekt, je bij je oor grijpt. Hè, zoals wij dat met onze kinderen misschien wel eens doen. Van, en nu luisteren. Hij zegt, neig uw oor. En dan komt het, kom tot mij. Weet je dat God een uitnodigende God is? De Heere meerdere keren zegt, kom tot mij. Jesaja 1 vers 18 begint hij al, kom tot mij, laten wij te samen richten. En al waren uw zonden als scharlaken, ze zullen witter worden dan sneeuw. Dan moet je wel komen. De Heere Jezus zegt in Matthäus 11 vers 28, allen die vermoeid en belast zijn, kom tot mij en ik zal u rust geven. Zelfs aan het eind van de boek Openbaringen staat kom, die uitnodigende God. En als er iemand is, of iemand die luistert en dit kijkt, en je bent nooit gekomen, heden verhardt uw harten niet, heden nu zijn stem hoort, kom tot hem. En zeg gewoon, Heere, hier ben ik, hier ben ik. Hij zegt, kom tot mij, hoort. En weer een woordje opdat uw ziel leven. Dus eerst zegt hij, opdat uw ziel zich in overvloed verlustigen. Maar dan zegt hij de volgende stap, opdat uw ziel leven. Religie is dood, maar relatie is levend. En dat is wat God wil. Hij wil geen dode religie, hij wil geen wetjes, geen, nou noem maar op. Hij wil dat we leven met hem. Maar dan moet je wel naar hem luisteren. En dan zegt hij, ik zal met u een eeuwig verbond sluiten, de betrouwe genade bewijzen van David. Nou, dat doet hij hier allereerst met zijn volk, dat heeft hij beloofd. Maar dat is doorgegaan door de heidenen, want ook wij hebben die koning die uit het geslacht van David geboren is, de Heer Jezus Christus, mogen leren kennen als onze heiland, onze verlosser en onze Heer. Want dan zegt hij in de versen 4 en 5, zie ik heb hem. Nou, de NBG-vertaling wijst hier op David, maar de HSV-vertaling die wijst hier gelijk op de profetie op de Heer Jezus. Die vertaalde hem met een hoofdletter. En dat is zo mooi als je die twee vertalingen naast elkaar legt. Dan zie je dat de Heer dat verbond met David zegt, ik heb hem gesteld tot de getuige voor de natieën, tot een vorst en gebieder der natieën en een volk dat gij niet kende, dan gaat het over het Griekse, de heidenen, zult gij roepen en een volk dat u niet kende zal tot u snellen ter wille van de Heere uw God en van de heilige Israëls, omdat hij u verheerlijkt heeft. Hij herziende de Statenvertaling, doet het gelijk in de hoofdletter en die wijst naar de Heere Jezus Christus. Want al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn zoon gegeven heeft, opdat een ieder, niet alleen Jood, maar ook de Griek, die in hem gelooft, niet verloren gaat. En dan weer vers 6. Zoek de Heere. Zoek de Heere. Wanneer? Terwijl hij te vinden is. We leven nog in een tijd van genade. God is te vinden. En niemand is te verontschuldigen, want Romeinen zegt dat we zelfs door de schepping God kunnen zien. Je bent niet te verontschuldigen. Maar zoek de Heere. Terwijl hij zich laat vinden. Als kinderen verstoppertje spelen, dan is het bedoeling dat je niet gevonden wordt. Ze willen dat je de hele dag rondloopt en zoekt, maar niet zal vinden. Maar God zegt, als je zoekt, dan zul je vinden. Want hij is er. Want hij is degene die zelfs uitnodigt. En hij zegt, zoek hem, terwijl hij zich laat vinden. Roep hem aan.
terwijl hij nabij is. En als je dat doet, verlaat je oude weg. De goddeloze verlaten zijn weg en de ongerechtige man zijn gedachten en bekeren zich tot de Heere. En wat staat er dan? Als je je bekeert tot de Heere, dan zal hij, wie? De Heere. Dan zal hij zich over hem, dat is die goddeloze die zich bekeert, ontfermen. Wauw. En als je je afvraagt wat die ontferming inhoudt, dan moet je eens denken aan de persoon op het kruis die voor jou gezegd heeft, het is volbracht. De ontferming van God voor een goddeloze gaat zo diep dat hij bereid was zijn eigen zoon daarvoor te geven, zodat die goddeloze zich zou kunnen bekeren en tot hem zou komen en met hem een relatie zou hebben. En als je dan denkt, die laatste verse, wie die God is, dat is die God die veelvuldig vergeeft. Maar dan zegt hij in vers 8 en 9, dat betekent niet dat ik gelijk aan jou word. Dan waarschuwt hij, zegt pas op, mijn gedachten zijn nog steeds hoger dan jouw gedachten. En mijn wegen zijn nog steeds hoger dan jouw wegen. Ik ben nog steeds die almachtige God. Maar in mijn genade geef ik een weg om tot mij te komen. En ik zou zeggen, en eigenlijk, ik weet niet waar iedereen staat. Ik weet niet waar de luisteraar, degene die later inschakelt, staat. Maar ga op die uitnodiging in. Zoek de Heere, terwijl hij zich nog steeds laat vinden. Roep hem aan, terwijl hij nabij is. Zodat ook uw ziel verlustigd gaat worden, zodat uw ziel gaat leven. Amen. Amen. Zullen we gaan staan, verder mogelijk? We zingen toch, ik sta vol ontzag voor u, dan lijkt het me heel mooi te gaan staan. Voor u
Uw genade is zo weergaloos. Alles waarheid wat u zegt, ondoorgrondelijk in wat u doet, uw oordelen zijn recht. Ontzag voor u, vol ontzag voor u. Niemand is aan u gelijk. Ik sta vol ontzag voor u, vol ontzag voor u. Niemand is aan u gelijk.